Lodewijk na 2 nederlagen eindelijk een overwinning. En ik denk op basis van de eerste helft een terechte overwinning. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat we eigenlijk verzuimd hebben om de eerste helft de score nog hoger uit te laten vallen dan we tot nu toe gedaan hebben. Dus we waren wel tevreden over het spel. En, alleen niet over de manier waarop we uiteindelijk onze kansen benut hebben. Want we hebben denk ik toch wel 3-4 kansen nog voor ons laten liggen. En eigenlijk moeten we wel zover zijn dat als we in de laatste fase komen, dan moet die laatste bal ook goed zijn. Dat was een aantal keren was dat niet zo. Nou, dat is jammer. Want anders had je gewoon met rust al gewoon het verschil veel groter kunnen maken. En zo waren de verhoudingen ook, denk ik. Ik denk dat wij 7 kansen gehad hebben. Sparta denk ik 2-3. En dus de score had groter uit moeten vallen. Maar de tweede helft was het wat vlakker. Wat dichter bij elkaar gespeeld, zonder eigenlijk echte kansen weg te geven. Maar het is jammer dat we het ritme, zeker de snelheid in passing naar elkaar toe, dat het wat lager was. Dus we gingen een tempootje lager spelen. Dat was niet de bedoeling, maar uiteindelijk ontstaat dat wel. Nou ja, dan is 0-2 is een prima uitslag. Ja, je kan er niet ontevreden over zijn, denk ik, toch? Over de 0-2. Ik kan me voorstellen dat je dan in de eerste helft... Dat zegt al dat we de kans af moeten maken. Tweede helft laten jullie Sparta ook een beetje komen, had ik het idee. Nou, we hadden in de eerste helft geven we de kans weg, omdat we heel hoog druk zetten. En dan zijn er momenten bij waarin de spits van Sparta in de rug van onze backs ging lopen. Waardoor centraal dan de keuze gemaakt moet worden. Nou ja, dus hebben we uiteindelijk voor gekozen om iets dichter bij elkaar spelen. Alleen dat wil niet zeggen dat je dan helemaal achteruit moet gaan lopen. Dus dat hebben we te veel gedaan. Wat ik al zeg, we hebben nog een aantal mogelijkheden gehad om nog te scoren. Wat we niet gedaan hebben. Maar uiteindelijk is 0-2 een prima uitslag. Ja, dan zie je ook wel progressie in het elftal, denk ik. Nu in deze belofte competitie. Wat is jullie doel nog de rest van de competitie? Nou ja, kijk, uiteindelijk is het doel gewoon om spelers zich te laten ontwikkelen in de plek in het elftal en in de taak en de functie van de plaats waar ze spelen. Het zijn voornamelijk jongens die natuurlijk weinig in één spelen. Dus uiteindelijk is het primair gaat het om dat die jongens gewoon hun wedstrijden maken en die goed afleveren. En het resultaat dat telt altijd, vind ik, als je bij Feyenoord speelt. Winnen is gewoon wat bij ons hoort. En dus dat hebben we de eerste 2 wedstrijden niet gedaan. Nou ja, goed, er zijn misschien kunnen allerlei omstandigheden voor naar voren halen wat de redenen zijn waarom je niet gewonnen hebt. Alleen dat telt niet. Ik bedoel, als je speelt, of je nou met A-junioren speelt of met jongens van Excelsior, dan blijft het altijd om winnen gaan. En vanavond hebben wij, vind ik wel, als team in ieder geval veel beter gefunctioneerd dan de andere 2 wedstrijden. Dus dat zit ook een verschil. Dus dat Tony Verlena meespeelt, dat Bilal Bajikoglu meespeelt. Dus, en met Annas en met Mitchell en Rick en al die jongens. Dat scheelt gewoon in niveau in het elftal. En dan is het hartstikke mooi dat er nog een paar A-junioren meedoen. Die gewoon laten zien dat ze dit niveau ook aan kunnen. Dus al met al is het een prima avond geworden.